jongen, het houdt niet op, zeg. En iedereen denkt maar, goh, dat komt allemaal bij elkaar. Ja, dat wordt gewoon gepland. Dat wordt gewoon gepland. Dat wordt gewoon uitgezet. Waarom gaan we in onze mooiheid staan, onze krachten? Zeg, ik heb je helemaal door. En, het leuke is, zij haar net zijn als alle wapenindustrie van deze planeet weg is. Alle. In het moment dat ik het boek afsloot, kwam dat gewoon in me. Van het afslotende gedicht en praat over 1992 toen het boek uitkwam. Ik laat het te horen van nu verstaan we pas wat je daar eigenlijk in schrijft. Natuurlijk zou dat nu ook weer heel anders schrijven, maar het was eigenlijk opgedragen aan de grote vrede zelf. En ook, heel stil in mijn hart, aan de grote Gandhi, alle vredestichters en ook aan de Essenen, waar ik een speciaal hoofdstuk aanleiding was de bergreden van Yahushua aan besteed heb. Ik wou het afsluiten terwijl onze vrienden de muziek van Gnossienne aan het horen met een gedicht op het einde, wat ook over die kosmische boom gaat, die levensboom, die wet van Dharma. Want alsjeblieft, lieve mensen, vertrouw in je hart dat de kosmos bestuurt, geleid, in harmonie is, in wijsheid. Dat wij zoveel ellende, lijden, verdriet, negativiteit, angst enzovoorts kennen, is omdat we die Dharma niet meer kennen. Daarom zijn alle wijzen, de mens zal in het eindtijdperk onwetend zijn. Die onwetendheid gaat in de komende tijd ook volledig opgeruimd worden. We zullen weer weten vanuit het hart. Gelukkig. Houd dat als kracht in je hart. Toen daalde de grote vrede neer. Toen daalde de grote vrede neer. Vanuit de onmetelijke hemelen op moeder aarde. En licht en liefde verscheurde het gordijn van duisternis en haat. Vanuit het noorden straalde rechtvaardigheid en samenhorigheid. Vanuit het zuiden mededogen en genegenheid. Vanuit het oosten wijsheid en waarheid. Vanuit het westen kracht en glorie. De wijnstok van de levende wet werd opnieuw in de tuin der mensen geplant. Tot geluk en vrede van alle schepselen. En de vermoeide kusten van de gekwelde aarde werden overspoeld door golven van vreugde. In de akkers van lijden en verdriet werden voren van liefde getrokken om het zaad van de waarheid te ontvangen en duizendvoudig tot bloei te brengen. En het goddelijk vuur werd in de harten van alle mensen ontstoken, werd tot een vlammenzee van liefde en geluk. De kinderen van de aarde namen afscheid van hun wapenen, herstelde wouden en bossen, zuiverde lucht en water, genaasde de aarde van haar pijn. De grote vrede spreidde haar handen vol barmhartigheid uit over de gehele aarde. Vaagde met één vinger het hele verleden weg en schreef met tedere woorden van liefde. Vrede, 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 shanti, 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 shalom, 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 salim, salim, salim. Thank you.
risico van mijn imago op te bouwen van Nam de Tantrek. Maar ik heb de toestemming van de Lady of the House, Nadia, voor nog een laatste publicitaire blok. Ik ben in 14 dagen van hier een lezing gegeven. Er zal niet zoveel volk zijn als voor de grote Marcel. Maar ik hoop. Ik denk het wel. Ik hoop dat het toch 12 man is en ik zal de rol van nummer 13 spelen. We gaan het, de titel van de voordracht is: En als we dood zijn, groeit er. Stippel. Het gaat dus over. Het is eigenlijk gebaseerd op het boek van Pim van Lommel, Eindloos Bewustzijn. Een klassiek geschoold cardioloog die op een bepaald moment aandacht is beginnen krijgen van wat er gebeurt met patiënten die geen hartfunctie meer hebben en waar ook de hersenen van stil liggen. En die dan beginnen nadenken is van wat is leven, wat is de functie van de hersenen, wie zijn wij, hoe functioneren we eigenlijk, hoe zit dat mechaniekje in elkaar. En daar probeer ik min of meer samenhangend verhaal van te maken. Het moet niet altijd over de nieuwe wereldorde zijn. En over de Anunnaki. Dus we moeten nog een keer over dat soort zaken spreken. Binnen 14 dagen. Maar het net zo vol zijn voor nu. Ik denk dat het donderdag is. Ja, dat is een paar van Janne.